Een bever is deze week gespot in het Winschoterdiep bij Europapark. Het is de derde keer dit jaar dat er een bever in de stad zit. Het dier komt waarschijnlijk uit de buurt van het Zuidlaardermeer, waar meerdere beverburgten zitten. Als jonge bevers hun eigen weg gaan, komen ze soms in de stad terecht. Maar dat is niet de bedoeling en dus probeert waterschap Hunze en Aas de bever nu te vangen. Het is namelijk een te groot risico om hem in de stad te laten zitten. Een bever die maakt ongeveer zulke gaten, 50, 60 centimeter doorsnee en dan 7, 8 meter diep. Die gaat hij zo in een nachtje of in twee nachten. En als zoiets in een dijk of een kade van ons gebeurt, is dat gewoon te gevaarlijk. Dan kunnen wij nooit op tijd bij zijn, in de gaten houden. Om op die manier zorgen dat iedereen veilige en droge voeten houdt. Ja, een veilige situatie. De bever wordt met behulp van een speciale kooi gevangen. We hebben een levend vangende kooi, dus dat is een kooi van een meter of twee. 60 bij 60, 70 bij 70. En daar zit aas in, takken, dingen die hij lekker vindt. Als hij daar op een klep gaat staan, vallen er twee luiken dicht eigenlijk. Aan de voor- en achterkant. En dan is hij dus levend gevangen. Dan krijgen wij een berichtje van een zender die erop zit, dus dan, dat de kleppen dicht zijn. We hebben er ook een wildcamera bij hangen, dan krijgen we daar ook het bericht van. En dan gaan ze het dier uitzetten in een ander gebied. Deze die gaat naar de Ruiten A. Daar heeft hij een prachtig mooie omgeving. Zwemt hij niet meer tussen de flessen, maar dan zit hij gewoon weer echt in een mooie natuurlijke beek. Daar gaat hij naartoe.